Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek met. Ik zit nu hier in de studio en ik zit hier met de dames Beryl Pinaas en Joelle Witman. Beryl is voorzitter van de stichting BOG Hair and Beauty. En Joelle is de secretaris. En met hun ga ik praten over een vakbeurs die op 27, 28 en 29 augustus gehouden wordt. En dat is de BOG Hair, Beauty, Craft and Design vakbeurs, een mondvol. Maar voordat we daarover gaan praten, is het natuurlijk altijd weer een beetje nader maken met de dames. Beryl, die is een reiziger. Hè? <laughs> Want die woont in Nederland, maar is elk jaar in Suriname. Ja, dat klopt. Ik ben Beryl Pinas. Ik woon in Neder Nederland. Ik ben zelf uh, hairstylist. En ja, ik ben voorzitter van de Beauty Hair and Beauty. Ja, en elk jaar weer hebben we die beurs hier in Suriname. Ja, dit is ons zesde jaar. En voorheen waren we altijd in de congreshal, maar dit jaar zitten we in het Nisgebouw. Uh, ja. Is dat omdat jullie uitpakken? Is het groter geworden? Ja, het is groter geworden. En je ziet zelf, de naam is ook langer geworden. <laughs> omdat de anderen vonden van ja, als je alleen maar her en beauty, dan denken mensen, het gaat, uh, wij willen ook meedoen. Dus vandaar dat we het andere gedeelte bij hebben geplaatst. Ja. Riel, die wil meteen over de beurs praten. Maar dat is niet. De... <laughs> we willen weten, wat doe je in Nederland? Ik ben allround hairstylist. Um, ik ben kapster. Dus uh, ik uh, doe dames en heren, knippen van alles wat er met haar ja. gaat. Ja. Komen uh, 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 blanke mensen, dus de uh, blanke Nederlanders, ook hun uh, haar vlechten en dat soort dingen? Ja, ja. die komen meestal vervlechten. Mm -hmm. En dat zijn meer degenen die ik als klanten heb. Echt okay. ja. Oké. Okay. Ja. En Joelle, jij bent de secretaris van de Stichting, wat doe je? Nou, in het dagelijks leven, ik ben student, ik zit op het FHR School of Business en uh, ik zit ook in een jongerenorganisatie en we organiseren af en toe dingen voor jongeren en een freelance model. Ja. En wat, wat voor richting doe je op FHR? Ik doe marketing en management. Oké, okay, dus als ATV-marketeer kunnen ze bij jou Ja, komen. zeker. Als ik afgestudeerd ben, ja zeker. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, ik heb ervoor gekozen omdat ik later ook mijn eigen business wil starten en marketing is belangrijk. Uh -huh. Dus um, ja, vandaar. Okay. En uh, is het zo dat je nu de secretaris bent van de stichting en wat doe jij? Wat is je functie daarbinnen? Nou, ik doe alle papierwerk en, um, nu en, um, met de beurs. En um, dan um, ben ik um, hier en daar bezig met het registreren van exposanten. En ook mensen die deel willen nemen aan de workshop. Want het is niet alleen de beurs, we hebben daarnaast ook workshops die we verzorgen. Ja, oké, okay, leuk. Met wie moet ik praten over de workshops? <laughs> oké, okay, we hebben twee soorten workshops. We hebben voor. Het knippen van het haar en we hebben producten maken. Dit keer gaan we ze leren hoe ze dames kunnen knippen voor beginners. Dus beginners is degene die nog niet weten hoe het moet, de basis. En gevorderde, degene die al een beetje kunnen knippen, maar dan kunnen ze. En we doen het gelijk. Je komt met een model of zo niet, dan neem je een pop mee. Mm -hmm. En daarnaast hebben we van de producten, en van de producten is dat we ze gaan leren hoe je een parfum kunt maken op basis. Mm -hmm. En ook hoe je vloeibare handzeep kunt maken. Ja, dus nu begrijp ik waarom die naam langer is geworden. Hè? <laughs> er zijn meer zaken bijgekomen. Ja, ja. Dus uh, uh, die twee uh, die workshops uh -huh. die erbij zijn gekomen. De volgende keer uh, gaan we ook uh, herknippen. Want herknippen doe ik ook wel. Maar het zou te veel voor me zijn om alles in één keer te doen. Ja. Ja. Dus vandaar, ja. En de beursdagen zijn 27, 28, 29 augustus. Jij doet de registratie. Hoe loopt dat? Um, tot nu toe kunnen exposanten zich nog registreren. De registratie sluiten officieel op 25 augustus. Dus is tot nu toe open. Ook mensen die deel willen nemen aan de workshops kunnen zich nog registreren. Het is nog mogelijk daarvoor. En ben jij al lang bij de stichting? Ja, ik ben sinds de oprichting van de stichting. Ja, dus al zes jaar. Hoe heeft Beryl jou gevonden? Um, zoals ik eerder heb aangegeven, ik ben ook model. Dus okay. um, het is gebeurd via mijn modellengroep. Want toen, in het begin had ze mensen nodig, uh, modellen nodig om ding, enkele dingen te promoten. Dus zo zijn we in contact gekomen. En sindsdien, daar is het begonnen. Okay. En ik kan mijn haar ook zo maken als die van jou. Ja, helemaal. <laughs> er zijn ook mensen op de beurs die dit doen. Okay. Jawel. En jij hebt ook een leuk kapsel. Dat is helemaal natural. Ja, ik doe nu natural omdat... Uh, een keer zei mijn buurman tegen me van... Beril, ik kom niet naar de beurs. Je hebt over natuurproducten en je hebt de pruik op. Dus ik zei van oké, okay, dan ga ik mijn haar dan maar vlechten. Ja. Je moet het voorbeeld geven. Ja. En in die naam is er ook craft en design. Ja, de men, die mensen, hebben die uh, kleine ondernemers hebben we ook, want die maken ook uh, sieraden, uh, sierkussens, glazen, uh, noem maar op. Dus die zijn er ook weer. Het wordt echt een hele grote beurs, als ik het zo hoor. Ja, dit jaar zijn we, zijn we groter, het is veel uitgebreider geworden, want we hadden meer uh, de vorige af, afgelopen meer uh, hair and beauty dingen, mm -hmm. maar nu zijn de andere dus bijgekomen, dus... Uh, ja, we hebben meer. Mensen haalt altijd op een beurs krijg je de informatie, maar hier gaat men ook zaken kunnen kopen, spullen kunnen kopen of dat soort dingen. Ja, uh, we hebben enkele uh, aantal exposanten op de beurs. Dus mm -hmm. er zijn ook dingen en uh, spullen die ze kunnen kopen. Oh. En um, er zullen ook demonstraties zijn waar exposanten dus aangeven hoe of wat enkele dingen hoe enkele dingen aan toe gaan. Ja. Ja. Mooi hoor. Altijd vind ik het leuk van deze beurs is anders dan de andere. Men leert veel en men kan dingen kopen en men krijgt adviezen. Maar daarnaast doen jullie ook sociale projecten. Ja, klopt. We werken samen met Stichting Nooit alleen. Stichting Nooit alleen staat voor de kankerpatiënten in Suriname. En uh, via ons uh, worden ook uh, registraties gedaan voor degenen die misschien een medische hulp nodig he hebben. Bijvoorbeeld een stomazak, een kruk enzovoort. Mm -hmm. enzo. En dat krijgen ze wel van uh, Stichting Nooit Alleen. Yeah. Daarnaast houden we ons ook bezig met de uh, kinderen en dan gaan we ook uh, naar de Oké. Okay. Jullie, jullie zijn de afgelopen dagen ook geweest naar een kinderthuis? Ja, we zijn uh, naar een kindertehuis samen wel geweest. En daar hebben we de jongens en meisjes hun haar gedaan, de jongens knippen, de meisjes gevlochten. En dan hebben ze ook een cadeautje van ons gekregen. Zo leuk. En met de fondsen van deze beurs, die hebben ook een bestemming vaker. Hè? Die gebruiken jullie niet alleen voor de stichting? Nee, we gebruiken niet alleen voor de stichting. Uh, we kijken hier en daar dus wat we allemaal ermee kunnen doen. En we doneren ook. Okay. Jawel. Heel leuk hoor. Uh, 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 het geld moet gemaakt worden, maar daarnaast is er altijd een sociaal doel aangekoppeld. Ja, uh, dat is de stichting nooit alleen. Uh -huh. dat is, uh, die hebben we eraan gekoppeld en die bij aan mevrouw Claudia Kasselen doneren we. Want zij moet weer gaan regelen zodat al die medische hulpmiddelen naar Suriname komen, zodat ze ook gedeeld worden voor de patiënten. Oh, mooi. Ja. Nou. Dames, mag ik jullie heel veel succes toewensen? Dat klinkt goed. Dus 27, 28, 29 augustus zijn we in NIS. Want dan ga ik ook mijn haar doen. Dan krijg ik een ander kapsel eerst de volgende keer als jullie me zien. En uh, ik denk dat het een heel goed ding is dat we met z'n allen deelnemen aan deze beurs. Tenminste, gaan kijken wat er allemaal aan te bieden valt. Omdat de baten bestemd zijn voor een goed doel. Hoeveel moet men betalen? De toegang is 10 SRD. En ja, en de. Een deel daarvan gaat naar de stichting nooit alleen. Nou. En uh, zijn ook ouders die met kinderen komen, gaan ook zo een, een speciale hoekje voor de kinderen creëren, zodat ze kunnen spelen. en oud, dat wordt gewoon een lekkere familie-uitje. Ja, tuurlijk. <laughs> en de mannen, ze moeten niet denken van, oh, het is hair and beauty, dus het is alleen voor vrouwen. Nee, de mannen, er zijn ook dingen voor de mannen. Dus komen jullie ook. Echt voor het hele gezin. Man, vrouw en kinderen. Nou, heel veel succes. Dank u wel. En we blijven jullie volgen. En kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van... Uh, uh, dit deel van in gesprek met u gaat niet weg. Straks ben ik er met een ander deel.